Dagelijks gaan honderden nierpatiënten met taxivervoer naar een van de dialysecentra bij ons in de regio. En dat vervoer met name bij Connexion gaat niet altijd goed. En dat heeft grote gevolgen voor de nierpatiënten. Als hij te laat komt, dan houden ze in dat hij te kort gedialyseerd wordt. En de meeste patiënten moeten ongeveer 4 uur gedialyseerd worden om alle stoffen uit het bloed te halen. En komen ze te laat binnen, dan wordt er dus te weinig stoffen uit het bloed gehaald. En dan gaan ze dus eigenlijk minder beter naar huis. Ja, minder schoon. Minder schoon. En het is natuurlijk voor het verplegend personeel ook vervelend als je net iedereen hebt aangesloten en Pietje komt te laat. Nou ja, dat is het, minder erg, maar meestal hebben ze een heel strak schema gemaakt van Pietje wordt op die tijd aangesloten en Jantje op een andere tijd. En als dan de patiënten te laat komen, dan gooien ze het hele schema in de war. Dus ze hebben meestal een bepaald schema waar hoe de mensen aangesloten worden. Zowel het Sint-Franciscus Gasthuis als het Maastad Ziekenhuis erkennen de problemen met Connexion. Maar omdat de vervoerder vanaf aanstaande maandag beterschap heeft beloofd, willen ze niet voor de camera reageren. De Nierpatiëntenvereniging is blij met het aanbod van de vervoerder, maar maakt zich grote zorgen als over een aantal jaren een nieuwe aanbestedingsprocedure volgt. Als er een nieuwe aanbesteding is, dan komt er weer een nieuw taxibedrijf. De taxichauffeurs moeten weer een speciale opleiding krijgen. Want die moeten weer dialysepatiënten kunnen vervoeren. En dan begin je weer eigenlijk van vooraf aan. Dus het kan zijn dat nu straks de problemen opgelost zijn met Connexion. Dan komt er een nieuwe ronde voor aanbestedingen. En dan zitten we weer hier. En dan kan zijn dat we weer helemaal van vooraf aan gaan beginnen, ja.